Nee, het is oh. Want hier zwemmen overal witte haaien. En we zitten in een rubberen bootje. Zover onze film over de zomervakantie. Deze zomervakantie gaan we met de Taroa naar New York en naar Nederland en naar Duitsland. Laten we snel gaan kijken. We gaan vandaag allemaal op de zomervakantie naar Amerika, Nederland en Duitsland. Dus nu gaan we. Django weet al dat we op vakantie gaan. En kijk, dit is zijn wond. Dat is heel zielig. Dat is een hechting. Hij ging daar likken. Hij heeft zijn hechting helemaal open gemaakt. Want hij had een hele dikke bult, dus die ging hij opereren. We inchecken. Plek. Als we op tijd zijn, gaan we nog even wat drinken met $100. Andy. Selfie met de airplane. Het is de Delta. In het vliegtuig. De zomervakantie in Italië is 3 maanden lang. Place a mask over your nose and mouth. Slip the elastic strap over your head. Zag ik niet. Ons huis. Wee. Ons huis. Waar is ons huis? Ons huis is ergens daar. Oh, wij zijn er voorbij. Daar ergens helemaal daarachter. Waar kan ik niet goed zien? Het lijkt wel alsof de bomen heel klein zijn, maar dat is niet zo. Ja. Ik ken Coco. Incredibles. Inside Out. De Jungle Book deel 1 kennen we. En de Ratatouille kennen we. Zo mooi! Kijk, we gaan landen! Woe! We zijn geland. Thank you and have a good evening. Oké, dus we gaan in Atlanta ook nog wat eten, want het is nu al 10 over half 7 voor de duidelijkheid. 10 over half 7. We komen om 1 uur 's nachts aan in Boston. Ja, en dan moeten we echt meteen naar de boot rijden. Het duurt ongeveer 10 minuutjes. Ja. Dus dan moeten we meteen naar bed. 1 uur 's nachts. Want we gaan namelijk op de boot van mijn opa en hij heet de Toro. Aangekomen in Atlanta. En het is niet koud. Oh, nee, fout. We zijn aan het worden. Zo'n 3. In de Delta op weg naar Boston. En het is nu 11:30 s'nachts. Het wordt straks echt super mooi, denk ik, met al die lichtjes. Denk ik tenminste. Aangekomen in Boston. En het is echt super laat. Ik ben ook super moe. Kijk hoe schattig dat een hondje daar is. We gaan nu de koffers ophalen. En het hondje is super moe. En ik ook natuurlijk. Hey, Dustin! We zijn aangekomen in de auto van Dustin. Het is heel cool, deze auto. Kijk. Uh-oh. Kan iemand het licht aan doen? Ja. En we gaan dus nu rijden. En de chauffeur is daar. Daarvoor. Hier zijn overal boten. En kijk, daarachter de stad. Denk ik, ja. En daar is de Taroa. Hier is de Taroa. Wauw, kijk dan. Dit zijn onze bedden, ze zijn zo zacht. Letitia slaapt hier beneden en kijk, er staat ook hier, wacht even. Het was al op. Ja, Letitia. En kijk, dit is zo'n ander. Ja, en hierachter is het heel zacht. En hier heb je zo nog een fluffy dekentje. Oh. En een lekker kussen. Isabella en ik gaan elkaar dus nu bellen. Hoi. Hey! Hey! Goed! Nou, ik ga leuke dingen doen. We gaan nog naar het museum, toch? Hallo! We gaan dus nu naar het Science Museum. Kijk, daar komen autootjes aan die in het water kunnen. Kijk, ze gaan nu onder deze brug door. Worden die mensen dan niet nog? En kijk hier, in het water. Wow, lijkt me ook cool. Dat is echt cool. Het is
gewoon een boot. Wat is de Museum of Science? Bij de Museum of Science. En dit is de kaart. Dit is de kaart. Ja. En we gaan naar een 4D shark. 4D shark. Want het lijkt alsof het een echte shark is, maar dat is niet. Ja. En de stoelen bewegen. Echt heel cool. Ja. Ja, een hele grote boom. En die kan super groot worden. Het is de Giant Sequoia. De Giant Sequoia Tree. En hij is 200 jaar oud. Hij is 2000 jaar oud. En dat kan je zien aan al deze streepjes. Als je al deze streepjes tot aan het midden gaat tellen, dan heb je er 2000. Zo hoog kan hij worden. 70 meter. Wow. Het was al in de Romeinse tijd. En dit is hoe ze de Mount Everest beklimmen. 8848 meter hoog. Zoals jullie kunnen zien is daar een rood lampje. Er zijn heel veel mensen dood gegaan. En dat is de Mount Everest, daar helemaal boven. Zo hebben ze de piramide gebouwd. Kijk, al die poppetjes. Ze hebben overal stenen. Zoveel. En zo hoog wordt die. En kijk hoeveel stenen ze over elkaar moesten dan bouwen. Woehoe! En allemaal slaven. En ze zijn met allemaal sleeën naar boven getrokken. En ze hebben de piramide gebouwd. Omdat er is een farao, de baas van het land. Hebben ze hierin begraven. En al deze slaven, al de personen die wisten hoe je in de bij de begraafplaats kon komen, werden allemaal doodgegaan. Zodat ze het niet door konden vertellen. Zo ontstaat de tornado. Oh. Ja, hij gaat omhoog, hij gaat omhoog. En kijk, hij is nu boven. Kijk, dit is en de tornado. Als je dit doet, hij stopt. We zitten in de tornado. Dit is een springhaan. Wow. Golf bij een strand komt. Dan ontstaan er golven. Kijk hoe cool dat eruit ziet. Zo cool. Dat is een mug. Kijk hoe groot. En zie je die mond? Daar steekt hij altijd mee. Ja. En haar. Hier kan je je eigen vis maken. En kijk, dat is mijn vaders vis. Want hoe wil je zijn ogen hebben? Papa! Heeft mijn vaders vis opgegeten. Baby kaimannen. Ze zitten hier met z'n drietjes helemaal lonely, niks te doen. Dat is toch niet leuk? Heel zielig hoor. Oh, zo groot kan een krokodil worden. Jullie denken misschien, dit zijn echte bijen, dat dit zielig is. Maar dat is het niet, want kijk, ze mogen zelf bepalen of ze erin willen. We zoeken de koningin. Deze zijn allemaal dood. Zo maken ze dus honing. Dit is echt uit iemand gehaald, een echt mensenhersen. Hij is echt totally, hij is helemaal echt. Van een human, van een mens. Een aap. Een monkey. De echte van een kat. En de echte van een kalkoen. Echte. Als je hier ruikt, dan kan je ruiken hoe het daarin ruikt. En het ruikt echt behoorlijk vies. Dit is een moes. Oké, hier kan je weer ruiken. Ik ga ruiken. Nee, het ruikt vies. We zijn nu bij de markt en kijk. De mevrouw gaat, of meneer, we weten niet. Hij heeft een jonge stem, maar het lijkt dat mevrouw gaat dingen doen. Isabella, nice and easy, on your hand, rolling into the ball. Isabella, this is why I usually pick a 7-year-old. These people were not impressed. Take a big step backwards. Take another step backwards. Throw me a second one. We're gonna have a couple more. Isabella, take a big step back. Throw me the third one. Oh. Isabella. Isabella. That one was my fault. Isabella. Isabella, take a step backwards. Isabella, put the bucket on the ground. Turn it upside down. Take the last juggling ball out first. Because Isabella, this fifth one is for Lauren. If we get this right, Isabella, all of these people are going to clap, scream, and cheer as loud as they can. I'll make it look harder. Now. We zijn dus nu bij de stuurplek. En kijk.
one popped up over here. En daar gaan we naartoe. We zijn nu bij Frauderstown. En we hebben allebei gekotst. Isabella heeft 2 keer gekotst en ik heb 1 keer gekotst. Van de week gaan we ook nog naar de plek waar de film Jaws is gefilmd. Dat is een haaienfilm. We zijn er nu nog niet, gelukkig. En opa komt volgende week. Ja, onze opa komt... maandag. Het is hier frisser dan in Boston. En er is een plek daarachter en er zijn miljoenen. Oh, even mee naar de foto. Kijk. Daar. Op die rots zijn echt heel veel vogels. Dat al die soorten puntjes zijn vogels. Volgende dag. We gaan vandaag fietsen door mijn plekje. Ja, we gaan fietsen. Dit is de grootste bangenpoepert in heel Cape Cod. Wat? Nee. En dat is de 1 na grootste bangenpoepert op Cape Cod. Nee. Nee. We alle aan het fietsen. Ja, je doet gewoon je telefoon. Dan kan je je kaart en dingen zien. Ja. Gaat snel. Kijk dan, er zijn hier witte haaien. Zo creepy. De groene vlag betekent dat er geen gevaarlijke stroming zit in dit water. En weet je wat die daaronder betekent? Haaien. Kijk, het zit helemaal nona niemand in het water. En we gaan nu naar een andere plek. We waren net bij een strand. Hier is een eekhoorntje, daar. Die wil eten hebben. Je kan ze voeren, namelijk, heb ik gezien. We zijn dus nu de hele dag aan het fietsen geweest, toch? Mm-hmm. Ja. We zijn nu eindelijk bij een restaurant aangekomen om te gaan eten. Ik ga een hot dog. Rond het daar in de keuken. Kijk, wacht. Ik ga op weg naar Martha's Vineyard. En het is prachtig weer hier. Kijk dan hoe glad het water is. Zo mooi. En hier is de film Jaws gefilmd. Dus daar gaan we naartoe. We varen nu naar de kant met het kleine minibootje. Maar ik ben super bang. Want hier zwemmen overal witte haaien. En we zitten in een rubberen bootje. Dus als hij mij wil. Want hij wil mij natuurlijk wel hebben, denk ik. Hij wil mij eten. Dan gaat hij dit kapot bijten. En dan ga ik zinken in de witte haaien. Nee. Kijk, dit is Ellie. Dit is Dustin. Tietje, wat voor smaak heb je? Vanille. Wat voor smaak heb je? Snickers met karamel. En chocolaatjes natuurlijk, want het is Snickers ijs. En natuurlijk karamel. Heel lekker. You're welcome. We zijn nu bij de Whale Museum, maar ik mag niet hard praten omdat er zo'n meneer aan het uitleggen. En kijk, en daarachter op de muur zijn de dingen waarmee ze de walvissen hebben doodgemaakt. Kijk, met deze boot vingen ze dus walvissen. Stel je voor, zo'n grote walvis met zo'n klein bootje. Piled them on top of this tray. Four, the barrels were sent broken down into individual stages. His job was. Hiermee konden ze voor de weg vinden in plaats van de computer. Brood, jongens, brood! Ik geef jullie wel wat brood. Kijk. Het is vandaag 20 juli, vrijdag. En we zijn hier bijna in New York. Je kan New York al zien. We moesten de hele nacht varen. En gisteren zijn we gaan paardrijden. Maar dat heb ik jammer genoeg niet gefilmd, want dat ben ik vergeten. Maar het was heel leuk. Dit was Joey met mij. Editie alleen. Ik weer. We gaan dus nu helemaal naar boven. Van de Taroa. Niet helemaal, want er is nog één. Om naar boven te gaan, dat is deze ladder. Maar we zijn nu hier. En we hebben in de Taroa 2 sturen. Ja. Kijk, hier hebben we een stuur. En daar beneden. En ik ga vandaag even hier zitten.
Oh, en dit ding is opengemaakt, want hij was dicht. En kijk, daarachter. New York! En New York heeft altijd mooie lichtjes als het donker is. Ik vind het leuk dat we nu bij New York zijn. Dan moeten we niet zo meer bij de golf en word ik niet meer zeeziek. Oh nee, ik ben echt super vaak zeeziek geworden. En dat is niet echt fijn. Er zijn heel veel bruggen en daarachter is de Statue of Liberty. Kijk hoeveel mensen daar naartoe kijken. Ja, kijk, wacht. Jullie zien er allemaal mensen daaromheen. En we hebben ook Statue gemaakt. Of Liberty. Isabella maakt foto's. En Ellie ook. Nee, mijn telefoon. Maar ja. Je ziet de Statue of Liberty niet, Isabella. Je moet de andere hand. Ja, kijk, daar is de Statue of Liberty. Whatever. We gaan naar de andere kant, naar de overkant. We gaan naar Manhattan. De boot is echt een... Hij beweegt echt super veel. En ja, we zitten hier dus nu op een bankje. En kijk hoe hoog we golven daarachter. Ja, als je hier zou gaan tjoepen hierachter met een band achter een boot, dan weet ik het niet meer. De boot is heel erg bewegerig. Dus het is niet zo fijn. En je zit er echt zo... Het trilt helemaal, zoals jullie kunnen zien. Kijk, het trilt. Kijk hoe mooi het hier is. En daar zijn de palmbootjes. Ja, dat zijn echte lieve palmbomen. Ja. We zijn dus nu aan het wachten op de trein. Want we gaan naar Wakkert Center Central of zoiets. Dit is de metro. En hij gaat van World Rocket... Nee, dit is de metro en hij gaat van World Trade Center... Rocket Center. Dit is de metro en hij gaat van World Rocket Center. Dit is de metro en hij gaat van het World Trade Center naar het Rocket Trade Center. Dit is de metro en hij gaat van het World Trade Center naar het Rockefeller Center. Allemaal mensen. En Isabella? Vind jij dat creepy? Ja, hè? Ja. Ik ook. Het is super creepy. Want ook wanneer heb je die? Daar is een eekhoorntje. Hallo. Heel stil. Kijk hoe dichtbij. We gaan nu even kijken in de Apple Store. Ik vind Letitia en ik altijd heel leuk. We gaan altijd op de iPads en telefoons. Dus laten we gaan kijken. Dit is de iPhone X. En dan doe je zo. En dan heb je allemaal dingen. En als je in een app bent, moet je gewoon hier zo. En dan ben je er alvast uit. En volgens mij als je dit doet. Of zo. Ik heb geen idee. Maar dit is de iPhone X. Zo cool. Ik ben voor de iPhone X aan het sparen, maar ik heb nog niet genoeg. Dit is waar Donald Trump normaal woont. Maar hij is er nu even niet. Kijk. De Trump Tower. Hij is een supporter voor Donald Trump. We gaan nu met de lift naar boven, want de Top of the Rock. Want dat is een groot gebouw waar je helemaal omhoog kan. Daar zijn we al een keer geweest. Maar kijk hoe hard je gaat. Kijk dan. Het gaat echt super snel. En we gaan helemaal naar boven. We zijn helemaal boven. Kijk dan. Echt heel veel gebouwen. We zijn echt super duper hoog. We zijn op de allerhoogste laag. Want daar is nog een laag. En dan is daar glas. Dus daar kan je het beter zien. Maar hier is nog beter natuurlijk. Dat is de andere kant. Ergens hier. Dus de boot. Daarachter. Ik ga er nu op de... We zijn bijna bij de memorial. De memorial voor de mensen die zijn gestorven tijdens de 9/11. Daar gaan we naartoe. Dit is het hele World Trade Center. En dit gebouw, dat staat er al, dat is daar. Deze. En dit gebouw staat er ook al, dat is die. Daar. En deze komt nog, die komt nog. Deze staat er ook al, dat zijn die vleugels. Deze staat er ook al, deze staat er ook al. Ik denk dat hier bij deze twee de twee Twin Towers stonden. Hier één en hier één. Hier stond één van de twee Twin Towers. En kijk, hier staan allemaal mensen. En rond dit helemaal staan allemaal namen. En die zijn allemaal dood gegaan. Dit is de enige boom die het heeft gesurvived tijdens de twee vliegtuigen. Dit is de boom. En hij was helemaal...
helemaal zwart door het brand. En dit is een peerboom. En iedereen schrijft ook kaartjes. Dat was een deel op de Taroa in Amerika. En nu gaan we naar Nederland! Hallo, vandaag is het 22 juli. En we zijn in het vliegtuig. In de 747, dus in met een rare bubbel. Een KLM. Met een rare bubbel op die KLM. Het is 10:10 en we komen om 12 uur 's middags aan in Nederland. Hier is Nederland. Ik kan wel zien. Ja, ik weet ook niet hoe je het kan zien, maar dit is in ieder geval Nederland. Heel veel groene weilanden. En we hebben ook nog geslapen, want we vlogen echt midden in de nacht. Voor de Bonaireaanse tijd. En ook voor de New Yorkse tijd. En we hadden echt een hele stille vlucht. Zeg maar nooit zo. Nooit. Werd het opeens licht. Ja, in New York was het pikke donker. En daarna waren we dichter bij Nederland en gerend van Europa. En toen was het heel licht. Toen werd ik wakker, toen dacht ik, nou dan moet het nu wel laat zijn. 4:00 We gaan landen. Joehoe. Ja, het is nog een half uur met de taxi. We zijn aangekomen in ons oma's appartementje. We gaan morgen naar Drievliet. En we gaan bij mij, ik weet niet wanneer, maar deze week gaan we kijken naar welke middelbare school ik moet. Want ik ben 9 op 7. Volgend jaar ga ik naar op 8, gewoon op Bonaire nog. Maar daarna ga ik naar Nederland verhuizen. En dan moet ik wel een middelbare school hebben. En ik wil bij een middelbare school waar je kan acteren. Want daar hou ik van. Maar goed, ik ga Letizia laten schrikken. Volgens mij moet ze poepen. Jesus Christ, woman. We zijn nu in Drievliet en we zijn nu in de take-off. Je zou er maar zeggen. Nee, we gaan niet stoppen. We zitten nu in de Twistrix of zoiets en we gaan echt heel erg de keerstrakjes. Ja, en ik moet mijn camera niet laten vallen. Yo. Dit noem je de keerstrakjes. Speciale eten. Het is een pasta. Pasta die dan Nonna heette. Van Nonna's oma in het Italiaans. Dus pasta van oma. Is echt super lekker. We zijn nu aan het fietsen. Daar zijn mama en Letizia. En we zijn bijna bij de schaapjes. En hier werd heel veel zin. De schaapjes zijn echt super lief. En iedere keer, ze horen aan mijn stem dat ik het ben. Kijk maar, oké. We gaan trakjes doen, ja?
Letitia. Kijk daarachter. Kijk, hier zijn ze dan. Nee, jij hebt al gehad, lieverd. Nee, jij hebt al gehad. Een babyslang. Dat is echt een babyslang. Ik ben bang dat de moeder me aankomt springen, dus ik ga voor zekerheid maar wel voor even weg. Een echte babyslang. Dat was het alweer. Het was een fantastische vakantie. Als jullie het een leuke film vonden, dan geef ons een dikke vette duim omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer.